Dag dames en heren, mijn naam is Bert Schipper. Ik ben makelaar in Duits onroerend goed en auteur van Verhuis.de. Ik wil even kort toelichten hoe de boeterente in Duitsland afwijkt van die in Nederland. In Nederland betaal je, uitzondering daargelaten, alleen boeterente als je de hypotheek voortijdig oversluit. Bij verkoop betaal je geen boeterente. In Duitsland zitten de meeste hypotheekcontracten zo in elkaar dat je ook bij verkoop boeterente betaalt. Alleen als je vooraf dat schriftelijk bent overeengekomen, meestal in ruil voor een hoger rentepercentage, wordt daarvan afgeweken. De hoogte van de boeterente is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn 1. De looptijd tot het eind van de rentevastperiode en 2. De ontwikkeling van de rente tussen het moment dat de rente werd vastgezet en het moment van aflossen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere dingen die de boeterente kunnen beïnvloeden. Dus het deel van de rente die als risicoopslag geldt, dat is vooral bij volledige financiering het geval. De vrije aflossing die eventueel mogelijk is, kijkt u in een contract na of er iets staat over Sondertilgung. En verder nog wat kleinere factoren. U bent geen boeterente verschuldigd als u bijvoorbeeld een rentevastperiode van 15 jaar heeft, waarvan al 10 jaar verstreken zijn. U bent wel boeterente verschuldigd, en niet zo'n klein beetje ook, als u nog een lange rentevastperiode voor de boek heeft, ook als de rente intussen niet veranderd is. Hoeveel dat precies is, kan uw bank meestal tegen betaling berekenen. In het verleden bleken deze berekeningen echter vaak niet juist. Als u deze al betaald heeft, kunt u die door een consumentenorganisatie laten narekenen en het teveel betaalde terugvorderen. Voor mensen die hun huis in ons werkgebied willen verkopen, bieden wij de volgende service. Wij berekenen gratis volgens de wettelijke richtlijnen de te betalen boeterente. En als de boeterente werkelijk doortikt, hebben wij strategieën om de schade te beperken of soms zelfs helemaal te vermijden. Mocht u deze video niet via onze website gevonden hebben, u leest hierover meer op www.verhuis.de. Bedankt voor uw aandacht. Tot ziens.